decor van de overture van het wereldkampioenschap motocross in de 250cc-klasse. Dit is Dave Strijpels, een van onze grote favorieten. Hij rijdt met nummer 90 dit jaar. Met nummer 3 kunt u altijd herkennen John van den Berg. En dan met nummer 4 Gert-Jan van Doorn, Rambo. En dan is er altijd een vierde musketier, in dit geval Alwin van Asten. Vier Nederlanders aan de start bij de eerste motocross van het seizoen in de 250cc-klasse. En het is met nummer 71, de Italiaan, Alessandro Puzar, die een kopstart neemt. En dat is bij de motocross natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Dus 71, Puzar aan de leiding. Dan op de tweede plaats nummer 90, dat is Dave Strijbos. Dan Michele van Ton met nummer 5. En op de zesde plaats komt met nummer 33 Alwin van Asten door. Dit is de leider. En dan Dave Strijbos. John van den Berg zit er niet bij. Hij is begonnen aan de start met een gekwetste knie en heeft een pijnstillende injectie gehad. Teamgenoot van den Berg is deze man, Alessandro Puzar. Maar Strijpels blijft goed volgen. Het is een hard circuit in Oostenrijk en dat betekent natuurlijk dat onze Nederlandse zandspecialisten niet echt in het voordeel zijn, maar ze zitten er wel goed bij, want op de achtste plaats is het hier Gert-Jan van Doorn. Rijdt voor het eerst dit jaar op KTM. En dit is John van den Berg. Berkie. Achter in het veld. Aan de leiding nog steeds die nummer 71, Alessandro Puzar. Vorig jaar was hij tweede in het wereldkampioenschap. De 125cc. En dit is Dave Strijpels op zijn nieuwe groene machine, de Kawasaki. En let u eens op de geweldige sprongen die er in Oostenrijk gemaakt werden op de springschansen. De eerste mars leverde een overwinning op voor Puzar. Tweede, Trampus Parker, die op het laatst nog net Dave Strijbos voorbij ging, die dus derde werd. En dan vierde, Michele van Ton, vijfde, Diepold. Dan gaan we nu naar de tweede manche. Want iedere wedstrijd voor het wereldkampioenschap telt twee manches. De winnaar krijgt elke keer 20 punten. Dus een rijder, als hij twee keer wint, kan hij 40 punten halen voor het wereldkampioenschap. En John van den Berg met nummer 3 zit er deze keer goed bij. Op de tweede plaats is hij weg. Achter de nummer 71, de winnaar van de net. Dat was Puzar. En hier hebben we Berkie. En dan op de derde plaats komt Dave Strijbos met nummer 90. John van den Berg rijdt met 3 pinnen in zijn enkel. En is misschien toch te snel weer op de machine gaan zitten, omdat hij niet zijn andere spieren voldoende heeft bijgesterkt. Verdraaide in de training zijn knie. Maar heeft hier nog wel de tweede plaats in handen met Dave Strijbos vlak achter hem. En dan weer Michele van Ton. Maar dit was de man in Oostenrijk. Alessandro Puzar. Hij zou ook de tweede mans winnend afsluiten. Van Ton werd tweede, Dave Strijbos werd vierde, omdat Trampus Parker er voorbij kwam.